De wereld staat vandaag stil bij de Internationale Dag van de Culturele Diversiteit, een jaarlijks evenement georganiseerd door de UNESCO. Deze dag biedt mensen de gelegenheid na te denken over het belang en het begrip van culturele diversiteit en hoe we samen kunnen leven in een steeds meer globaliserende samenleving. Van Parijs tot Rio de Janeiro en Tokio worden diverse evenementen georganiseerd, zoals festivals, educatieve programma's en conferenties, om de rijkdom van culturen te tonen en wederzijds begrip te bevorderen. In Parijs vinden bijvoorbeeld optredens plaats van artiesten van verschillende achtergronden, terwijl in Rio de Janeiro speciale educatieve programma's worden aangeboden in scholen. In New York is een UNESCO-conferentie gaande over integratie en discriminatie, benadrukkend dat open dialoog cruciaal is voor het vinden van oplossingen. Deze dag biedt een kans voor zowel viering als reflectie en herinnert ons eraan dat diversiteit onze grootste kracht is die inspanning van ons allemaal vereist om volledig te kunnen benutten. Het benadrukt niet alleen de waarde van de verschillende culturen die onze wereld rijk is, maar roept ook op tot voortdurende inspanningen om een inclusieve samenleving te bevorderen.